alles als leerkracht, klassische opvoeding. Ik geef les aan alle eerstejaars. Mm-hmm. Bent u eigenlijk op het idee gekomen om dit beeld te maken? Nu, van in het begin werd benadrukt dat het een project was voor heel de school. Dus ook klassische opvoeding mocht daarin betrokken zijn. Ik heb vorig jaar al werkjes gemaakt met de eerstejaars. Eigenlijk geknutseld rond ruimtevaart. En nu was er het idee gekomen, in samenwerking met een leerkracht houtbewerking, om een groot Frank de Winne te tekenen en te schilderen. Mm-hmm. Beschrijf misschien eens even het beeld, hoe is het gemaakt geweest? Ja, een collega houtbewerking heeft het beeld geprojecteerd, dus een foto van op internet geprojecteerd op een muur en uitgesneden op een MDF-paneel. En die heeft hij mij meegegeven. Ik heb er thuis dan aan getekend en geschilderd. Mm-hmm. Er is ook groot nieuws wat dat beeld betreft, want het blijft hier niet in de school staan. Nee, ik heb ervan gehoord dat er iemand geïnteresseerd is in mijn schilderij. En dat is de dochter van Frank de Winne? Ja, dat heb ik gehoord. Mia de Winne zou dit beeld, dit schilderij graag hebben. Tot mijn grote verbazing. Ik ben wel blij, ja. Ik ben wel vereerd. Kan ik mij best inbidden. Alvast bedankt voor dit gesprek. Ja, dank u wel. Het gaat maar een goede 9 minuten, dus... Thank you.
Geachte genodigden, dames en heren. Ik heb de eer u van harte welkom te heten hier bij ons op school deze middag. Het VTI Sint-Lucas Oudenaarde staat centraal vandaag op deze 22 september 2009. Eind juni 2008, ik was toen nog maar pas 2 maanden directeur van deze school, ontmoette ik tijdens ons gezellig personeelsfeest op het einde van het schooljaar een begeesterde, bezielende leerkracht elektronica die een heus ruimtevaartproject wou opstarten, wat moest uitmonden in het climax van vandaag, het radiocontact, de communicatie met Frank de Winnen in het ISS. Nu moet ik zeggen, in een vorig leven heb ik een paar Europese projecten gerealiseerd, maar nu ging het echt om een cosmologisch project en ik moest dan toch wel even slikken, die 30 juni 2008. Maar de begeestering en het enthousiasme van de leerkracht in kwestie sprak boekdelen. En ik zei vrij snel, ja, dat moeten we zeker doen. En zo ging de bal aan het rollen van een voorschrijdend project, waarvan de dag is nu tot in het ons omringende universum reiken vandaag. Het VTI-SL ARIS-project kan model staan voor projectonderwijs. En vergeef mij, maar model voor wat onderwijs in hoort te zijn. Geen vakjes en lessen van 50 minuten, maar long life learning. Leerlingen begeesteren voor wetenschap en techniek, zijn nieuwsgierig maken. Beste meneer de Temmerman, ik weet niet waar hij staat, meneer de Temmerman. Goede vriend, ik zeg vandaag geen obligaat dankjewel voor uw inzet en die van je leerlingen, leerkrachten, je vrienden van UBA en ARIS, die hier vandaag bij ons zijn. Maar ik wil u bovenal proficiat wensen met wat je tot nu toe gerealiseerd hebt en wat je straks gaat realiseren met de hulp van je boven. 1000 maal proficiat. En dan geef ik nu graag het woord aan onze presentatrice van onze droomfabriek vandaag, Sandrine Dumoulin, die wat verdere info zal geven over het verloop van dit unieke moment. Dien, wens ik u tevens van harte welkom. Over weinige minuten is het zover. Straks, om 15:46 om precies te zijn, mogen 20 leerlingen een vraag stellen aan onze astronaut Frank de Winnen aan boord van het ISS. Call Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. Mogen wij nu reeds vragen uw gsm of andere zendapparatuur volledig uit te schakelen. Dus niet op standby, maar volledig uit te schakelen om elke storing uit te sluiten. Wat maakt dit project nu zo uniek? Er zijn toch nog scholen die een verbinding maken met Frank de Winnen? Die vraag kregen wij reeds meermaals voorgeschoteld. Wel, wij maken geen gebruik van de klassieke satelliettelefoon, maar dankzij eigen research en development zal het team straks met zelfgemaakte ontvangst- en zendapparatuur een gesprek kunnen voeren met Frank de Winnen. En dit maakt net het project zo uniek. Reeds in 2005 ontbrandde bij Patrick het idee contact te maken met het internationaal ruimtestation. Als fervent radioamateur en leerkracht elektronica en telecommunicatie zag hij hierin de ideale kans om een zeer leerrijk project te ontwikkelen. Namelijk zelf hard- en software ontwerpen om met het ISS te kunnen communiceren. Met de volharding van een kandidaat-astronaut dook Patrick in de boeken, legde examen af en behaalde de HARIC-licentie. Zo mocht hij op officiële wijze de zend- en ontvangstapparatuur ontwikkelen en operationeel maken. Ondertussen werd een toelatingsprocedure gestart. En in september 2008 kreeg hij uiteindelijk het go van ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, en ARIS,
de amateurradio on the International Space Station, om het contact met ISS tot stand te brengen. Ook op school kende het project VTSL Aris een succesvolle lancering. Al gauw zag stuwende kracht Patrick zich ondersteund door een enthousiaste crew leerlingen uit elektriciteit elektronica. Er werden tevens nauwe banden gesmeed met de oudaardse afdeling van UBA, Koninklijke Unie van Belgische Zendamateurs. Wij mogen terugblikken op een fantastische en geslaagde samenwerking. Zo stelde UBA enkele motoren ter beschikking waarmee het team van start kon gaan om een eigen cross-Yagi-antenne te ontwerpen. Beste mensen, het nakende contactmoment met het ISS is de kers op de taart na een jaar werken van de hele school. Leerlingen van het eerste tot het zesde jaar, over alle richtingen heen, hebben op een of andere manier aan het project bijgedragen. Van ontwerp, 3D-tekening, de ISS-maquette en de levensgrote Frank de Winne die u in de inkomhal zag, tot de antenne hierboven en de vragen die straks zullen gesteld worden, het is allemaal het werk van leerlingen en leerkrachten. Binnenshuis werd er dus volop gerekend, getekend, gebouwd en getest en de resultaten hiervan presenteerden wij trots aan de buitenwereld. Tot slot hiervan enkele hoogtepunten. Tijdens de open deurdag vorig jaar werd voor het eerst de 6 meter hoge antenne gedemonstreerd. In Leuven was onze school ook aanwezig op de ruimtedagen van de Vlaamse ruimtevaartindustrie. In diezelfde maand mei hielden het team en UBA eveneens een voordrachtavond in de Volkssterrenwacht Armand Pien te Gent. En vorige week nog was onze school vertegenwoordigd in Space Village op de Accenta Jaarbeurs te Gent, waar niemand minder dan eerste Belgische astronaut en burggraaf Dirk Vriemout, vergezeld van heel wat prominenten, onze cross-Yagi-antenne doopte. Ze gaat voortaan door het leven onder de naam ISS-trekker. Dames en heren, dan geef ik nu graag het woord aan collega Jo. Jo, doe je kopie over? Het is voor mij ook een hele eer om hier te mogen staan, om te mogen deel uitmaken van dit uniek moment in deze unieke school. Op dit moment ziet u, als u even naar uw rechterkant kijkt, dat mag u gerust doen, op dit moment mag dat nog, komen een aantal leerlingen ons vergezellen die hier ook in de zaal live het moment zullen mogen meemaken. Tevens zullen onze andere leerlingen van de school buiten op de speelplaats en op de groene zone het moment kunnen volgen. Deze leerlingen zijn een beetje de gelukszakken van de dag, want wij zijn op het idee gekomen omdat we, toen we de stoelen begonnen te tellen, zagen dat we niet onze bijna 600 leerlingen hier konden onderbrengen. Is het idee ontsproten van daar een klein beetje een tijd van te maken en een soort loterij aan te koppelen. Dus dit zijn de gelukszakken die daarvoor uitgeloot zijn en die we dus live en rechtstreeks op het moment mogen meemaken. De tijd is vrij knap. Om 5:46 moeten wij overgaan tot het contact en het stellen van de vragen door onze 20 vragenstellers. Heel kort ook, hoe zijn die vragen tot stand gekomen? Dat is ook intern in de school georganiseerd. Eigenlijk had elke leerling, elke leerkracht de kans om een vraag in te dienen die relevant is in het kader van het project. En na een selectie zijn er uiteindelijk 20 vragen weerhouden en de jongens die hier links vooraan zitten, die zullen straks elk één voor één hun vraag stellen. We hebben een zeer strikt tijdsframe van 10 minuten waarbinnen we contact kunnen maken met het ISS. En dat moet dus heel strikt en heel correct kunnen verlopen. Wij worden een vijftal minuten voordat het contact start opgebeld via een hotline. En wij krijgen dan eens het groen licht om de communicatie op te starten 5 minuten later. Dat zal gecoördineerd worden door de heer Van der Vennet, die zal zorgen voor het verloop van de vragen. Ik wil jullie gewoon heel kort een paar getallen naar het hoofd gooien, want het is toch altijd spectaculair wat er hier aan de hand zal zijn straks. Het ISS zal straks, u kan er trouwens links op het scherm het systeem online volgen, dus wij krijgen de coördinaten via de NASA uit Amerika rechtstreeks doorgesend, zodanig dat wij weten waar het ISS zich bevindt.
De cirkel die u ziet heeft een diameter van ongeveer 4000 kilometer. En het ISS legt die afstand dus af in een tiental minuten. Dus dat betekent van hier naar Zuid-Spanje en terug op 10 minuten. Ik zou graag ook zo op reis willen gaan. Lijkt mij heel efficiënt. Dus dat betekent dat we 10 minuten hebben om die communicatie op te bouwen. De hoogte van het ISS is ongeveer een 350 à 400 kilometer boven onze hoofden. En de snelheid die hij haalt is ongeveer 28.000 kilometer per uur. Wat betekent dat hij op anderhalf uur ongeveer rond onze planeet zweeft. Dan zou ik nu bij wijze van formele test nog twee zaken willen afspreken. Zodat we straks tijdens het echte vragenstelmoment dezelfde situatie kunnen hebben als nu. Ik zou de vragen om volledige stilte in acht te nemen. Dat lijkt me evident. Elke verstoring zou kunnen het correcte verloop van de vragenstelling eventueel verhinderen. En ten tweede, ook al eens gevraagd door mijn collega, maar ik denk herhaling soms wel eens nodig is, alle lokale zendapparatuur, dan bedoelen we GSM-toestellen, mobiele telefoons en zenders van brandweer of ziekenhuis of dergelijke. Mensen die dat zouden bij hebben, het is absoluut noodzakelijk om die volledig uit te schakelen. Niet in standby, niet in mute, maar volledig uitschakelen in toestellen. Als je radio voor India Sierra Sierra, is het Russian Nancy voor als je Bravo Collega. Als je radio voor India Sierra Sierra, is het Russian Nancy voor als je Bravo Collega over. Radio 4, India Sierra Sierra, is it Ocean Nancy 4, Oscar Bravo, calling you, over. Oscar Radio 4, India Sierra Sierra, is it Ocean Nancy 4, Oscar Bravo, calling you, over. Ocean Nancy 4, Oscar Radio 4, India Sierra Sierra, this is Oscar Nancy 4, Oscar Bravo, over. Oscar November 4, Oscar Bravo, this is Oscar Romeo 4, ISS, I'm reading you 3x5, over. Oscar Radio 4, India Sierra Sierra, this is Ocean Nancy 4, Oscar Bravo, I'm reading you 5x5, over. Mijn naam is Joran. Waarom komt het ISS nooit in een baan boven de poolgebieden? Over. Wel, het ISS komt niet in een baan boven de poolgebieden omdat het gelanceerd is in een inclinatie van 51 graden. Dat is eigenlijk de inclinatie van Baikonur, de lanceerzijde van de Russen. En dat is zo gedaan omdat elke verandering in inclinatie, dat kost eigenlijk veel energie. En dan zul je veel minder vracht naar boven kunnen brengen naar het ISS. En dan zou het onderhoud, om het permanent onderhouden van het ISS, nog veel duurder zijn als nu. Over. Mijn naam is Joran. Hoe koud is het in de ruimte? Over. Wel, in de ruimte, langs de schaduwzijde, of als we in de schaduwzijde van de ruimte, aan de buitenkant van het ruimtestation, kan het tot min 100, min 150 graden worden. Langs de zonnekant kan het soms tot plus 100 graden worden. Maar natuurlijk wordt de temperatuur binnen geregeld en binnen bij ons is het altijd 23 graden. Over. Mijn naam is Niels. Zijn de zonnepanelen aan boord van het ISS ook toepasbaar op aarde? Over. De technologie die wij gebruiken voor de zonnepanelen is zeker ook toepasbaar op aarde. Natuurlijk zijn er een aantal specifieke elementen die aangebracht zijn om de zonnepanelen in de ruimte te laten werken. Maar de technologie is eigenlijk hetzelfde. Over. Mijn naam is Niels. Wat gebeurt er als jullie ziek zijn? Over. Als wij ziek zijn hebben wij een apotheek hier aan boord. We hebben ook contact met de dokters op de grond die
we steeds kunnen inroepen en die ons steeds kunnen helpen. En als het echt te erg wordt en we moeten terugkeren naar de aarde, dan kunnen we gebruik maken van onze ruimte-Soyuz. Van onze Soyuz die eigenlijk een soort reddingsgroep is. Over. Mijn naam is Brecht. Ruimtevaart veroorzaakt een bepaalde milieuschade. Hoe kan ruimteonderzoek deze impact verantwoorden? Over. Wel, ruimtevaart inderdaad veroorzaakt een zeer kleine milieuschade als we dat vergelijken met al de wagens die rondrijden en al de vliegtuigen die vliegen bijvoorbeeld. Het ruimteonderzoek brengt natuurlijk heel veel mee. En we weten alleen maar dat de opwarming van de aarde echt plaatsvindt en welke milieuveranderingen er allemaal plaatsvinden, onder andere door ruimtevaart. Dat indien we niet geen ruimtevaart zouden hebben, dan zouden we helemaal niet weten hoe dat onze aarde echt aan het veranderen is. Over. Mijn naam is Jelle. Is er bij jullie dag en nacht? Over. Ja, het is bij ons dag en nacht natuurlijk artificieel, want wij vliegen 13 keer per dag rond de aarde. Dus 13 keer wordt het licht en gaat het donker. Maar hier in de ruimte doen we dat met artificieel licht. Dus als we straks gaan slapen, dan doen we de ruimte dicht en dan doen we het licht uit. En tijdens de dag hebben we artificieel licht. Over. Mijn naam is Laurens. Waarin verschilt onze eigen ontworpen een crossjarige antenne met het type antenne van het ISS? Over. Wel, ik denk dat jullie meer een soort directionele antenne heeft die kijkt naar in de richting van het ISS om ons goed contact te hebben. Met het ISS natuurlijk weten wij nooit waar het kan zijn ergens op de aarde. En daarom hebben wij op die directionele antennes. Over. Mijn naam is Lorenzo. Welke Belgische experimenten voeren jullie uit? Over. Dit weekend heb ik het experiment weer uitgevoerd. Dat is een soort augmented reality, dus een soort virtuele wereld die ons helpt bij het uitvoeren van procedures die dan worden van het ruimtestation. En volgend weekend doe ik ook nog een experiment in verband met het schuim van de Universiteit van Luik. Over. Mijn naam is Sander. Welke natuurverschijnselen op aarde kan je vanuit de ruimte waarnemen? Over. Wel, we kunnen natuurlijk heel goed branden waarnemen. Bijvoorbeeld de branden in Spanje hebben we heel goed gezien. Stormen zijn heel goed zichtbaar, orkanen. Maar zelfs ook gewone bliksemschichten straks. Het is een heel spektakel en is heel mooi van op aarde te zien. Grote overstromingen natuurlijk kunnen we ook zien vanuit de ruimte. Over. Mijn Olivier, hoe wordt de temperatuur in het ISS geregeld? Over. Wel, we hebben het thermisch controlesysteem eigenlijk door alle apparatuur aan boord van het ISS en door onszelf wordt er in het ISS zelf te veel warmte opgewerkt, dus het zou eigenlijk te warm worden in het ISS. En die warmte wordt afgevoerd via het koelingssysteem naar radiatoren aan de buitenkant van het ISS en dat wordt dan zo in de ruimte geloosd. Over. Mijn naam is Jonas. Hoe vindt u de weg in de ruimte? Over. Wel, in de ruimte zijn wij natuurlijk altijd in dezelfde orbit. Wij draaien altijd in dezelfde baan rond de aarde. Maar als we natuurlijk met twee ruimteschepen aan elkaar moeten dokken, dan hebben we natuurlijk systemen nodig om elkaar te vinden. En dat zijn verschillende systemen. De GPS onder andere wordt daarvoor gebruikt, maar ook radarsystemen en visuele systemen worden daarvoor gebruikt. Over. Mijn naam is Tom. Zijn er geluiden in de ruimte? Over. Ja, er zijn geluiden in de ruimte, binnen in het ruimtestation. Anders zou ik met u niet kunnen spreken nu natuurlijk. Maar buitenuit het ruimtestation zijn er geen geluiden. Om het geluid te hebben, heb je een medium nodig. Dus dan heb je ook wel lucht nodig. Of een metaal bijvoorbeeld, als je op een metalen tafel op de chauffagebuis komt, dat moet je dan ook hebben. Dus je hebt een medium nodig en buitenuit het ruimtestation hebben we dat niet. Dus daar is geen geluid over. Mijn naam is Gien. Halen jullie water voor dagelijks gebruik vandaan? Over. Het water halen wij op twee manieren. Enerzijds wordt het toegevoerd van op de aarde, maar anderzijds, en de grootste hoeveelheid, recycleren wij. Dus zowel ons zweet als hetgeen wat wij uitademen aan vocht, als hetgeen wat in de tankkring terechtkomt, wordt gerecycleerd tot drinkbaar water. En ook onze urine wordt gerecycleerd tot drinkbaar water. Over. Mijn naam is Reinoud. Wat voor ontspanning heeft u in het ruimtestation? Over. In het ruimtestation, de ontspanning die we hebben is contact met de familie, met mijn vrouw en met mijn kinderen via de telefoon of via mail. Over. Mijn naam is Friedrich. Hoe wordt elektriciteit opgewekt in het ISS? Over. Elektriciteit in het ISS wordt opgewekt door de zonnepanelen. En dat wordt dan gestockeerd in grote batterijen, voor als we aan de andere kant van de aarde zijn, als de zon niet schijnt, dan gebruiken we de batterijen. Over.
Mijn naam is Anthony. Welk gevaar vormt het ruimteafval voor het ISS? Over. Het gevaar is natuurlijk dat we in botsing komen met het ruimteafval en dan kunnen we een lek krijgen in het ISS. Daarom dat het ruimteafval voortdurend gemonitord wordt, nagekeken wordt waar het even is. En in die nodig dat kunnen we het ISS een uitleggingsmanoeuvre uitvoeren. Over. Mijn naam is Matthias. Kan je de actualiteit volgen? Over. Ja, we kunnen hier de actualiteit volgen. We hebben enerzijds e-mails, maar anderzijds. Normaal doen we dat allemaal. Maar is dat dagelijks rond of zelfs nieuwsbericht wordt opgeladen? Over. Mijn naam is Arno. Waarom zweeft het materiaal dat je tijdens een ruimtewandeling verliest weg? Over. Wel, eigenlijk vliegt het niet echt weg. Maar elke snelheid die je aan iets geeft hier in de ruimte, vermijd dat er niets is om het af te remmen, blijft je die snelheid houden. Dus als je iets bij je zou hebben tijdens de ruimtewandeling en het hangt je gewoon aan je, dan zou het niet wegvliegen. De minste snelheid of het minste duurtje dat je het geeft, dan gaat het weg en dan kan je het ook niet meer stoppen. En dan blijft het dus inderdaad, lijkt het alsof dat het permanent wegvliegt. Over. Mijn naam is Clint. Op welke manier slapen jullie daarover? Wij slapen hier in een slaapzak die vastgemaakt is aan de muur, zodanig dat we niet wegvliegen. Over. Mijn naam is Simon. Is jullie zijn tijdelijke waarneming hetzelfde als op aarde? Over. De waarneming hier is hetzelfde, we hebben ook dezelfde smaak, wij horen, wij zien goed, we ruiken goed. Dus op dat gebied is er eigenlijk weinig verschil in de ruimte als op de aarde. Over. Oké, Frank, dank voor het gesprek en de vragen. Veel groeten vanuit St. Lucas, 70 degrees en applaus uit de zaal. Niet alleen voor dit ruimtecontact natuurlijk, maar vooral voor al de initiatieven die jullie in de school genomen hebben in het afgelopen jaar rond ruimtevaart en rond het ISS onder leiding van Patrick Meester, Patrick de Temmerman. En ik wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken. En sympathisanten uit de grond van ons hart, een welgemeende dank u wel. Ik zie dat hij nog even geïnterviewd wordt, maar als symbool voor eenieders werk. We zien hem als de boordcommandant, de verpersoonlijking van het hele project. En wij zouden graag even Patrick en zijn vrouw Rita, die de voorbije maanden wel met de... Zoals reeds vernam, mensen die nodig zijn kunnen in de zaal bovenaan dan de receptie vervoegen. Waar je inderdaad getrakteerd wordt op astronautenvoeding, zoals ze die effectief ook eten. Oké, dank u wel. Ja, dus afvallen, je ziet het, geen speciale methodes ervoor nodig. Ik ben zeer blij namens iedereen. Dat is perfect voor een 10 op 10 om het uit te drukken in onze termen. Ja, en bij deze wordt u ook nog iets aangeboden, Patrick, ter nagedachtenis van dit moment. En dat is voor ons directeur. Beste Patrick, ik denk dat dit een uniek moment geweest is en we gaan dat zeker niet vergeten. Dit verdient een plaatje centraal in de inkom van onze school, alsjeblieft. Dank u wel.